Harrewijn, je bent cameraman, documentairemaker. Waarom hebben we hier afgesproken? Want volgens mij heb jij een hele mooie documentaire gemaakt. De film die ik gemaakt heb gaat over spreeuwen. In april was hier kwamen er duizenden spreeuwen elke avond bij elkaar hier in deze plek. Hier recht in Eiland 8. Mm-hmm. En ja, dat kon ik natuurlijk niet laten. Ik woonde hier en ik kwam hier elke avond kwam ik thuis. En elke avond tijdens zonsondergang was die hele grote spreeuwenzwerm hier te zien. Dus ja, daar heb ik beelden van gemaakt en uiteindelijk een korte film van gemaakt. There is always that day that somebody loses dangers. Er zijn het hele jaar door zijn de spreeuwen in Nederland. Er broeden er ook heel veel in de zomer of in het voorjaar. In de winter zijn er heel veel zijn er een stuk minder. Want al onze spreeuwen die gaan in de winter trekken ze naar het zuiden, naar Frankrijk en een groot deel gaat naar Engeland. Maar wat er vooral gebeurt in het najaar is dat alle spreeuwen uit Noord-Europa komen allemaal naar ons toe. Om bij ons allemaal te verzamelen. En dat zijn dus die hele grote groepen die je dus in september en oktober kunt zien. En daarnaast trekken ze allemaal massaal naar Engeland. Dat, op een of andere manier vinden ze het leuk in Engeland. Waarom Kanaaleiland? Er zijn zoveel mooie plekken. Is er een reden? Is hier een bepaalde vruchtbare grond wat wij niet weten? Ik durf niet te zeggen waarom ze nou specifiek deze plek uitkiezen. Maar ja, blijkbaar kiezen de vogels voor deze plek als een veilige plek. En het gebeurde wel natuurlijk. Ik heb hier toch al een stuk of 15 avonden bovenop deze parkeerplaats een garage gestaan om te kijken. En je ziet toch wel, soms gaan ze hier zitten, soms gingen ze aan de overkant op het industrieterrein zitten. Heel soms gingen ze zelfs aan die kant tussen de flats zitten. Dus met elkaar kiezen ze op het moment supreme kiezen ze een plek uit om te gaan slapen. En dat is soms, nou ja, hier tussen de flats. En soms, het gebeurde ook vaak dat ik ze hier naar beneden zag gaan. En dan kwam ik vervolgens thuis en dan stond ik op mijn balkon. En dan zaten ze een hele grote dennenboom recht achter mijn huis. Zaten ze in die dennenboom met snallen. En dat was een enorm kabaal. En dat gaat dan een half uurtje of een uurtje nog door. En de volgende ochtend, zodra er een beetje licht is, begint dat weer met z'n allen, dat kabaal. Duizenden vogeltjes die met z'n allen dat geluid maken. Oh, heerlijk. Ja, is geweldig. We find safety in numbers, like a safe is protection. We find safety in numbers, we are safe and protected. Dancing on the wind like a ballet in the sky. Moving as a community with only one destiny. We are a swarm on a journey. With the same direction and the same destination. The same faith. The same faith. The same purpose. Wat fascineert je zo aan die beesten? Ja, ik vanuit mijn eigen persoonlijke passie ben ik heel veel met natuur bezig. En op het moment dat die natuur natuurlijk zo dicht bij huis komt, maakt het dat voor mij nog alleen maar beter en extra interessant. Wat ik wel heel interessant vind, is dat er heel veel mensen naar die spreeuwen kijken. En nou, in dit geval, wat ik net zei, is dat er heel weinig mensen echt daadwerkelijk naar die vogels kijken. Maar de mensen die erin geïnteresseerd zijn, is die spreeuwen. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel filmpjes te zien van dit soort spreeuwenzwemmen. Mm-hmm. En het is ook iets heel bijzonders. Met zo'n grote groep die dan allemaal bij elkaar bewegen. En ze bewegen als één geheel. Het lijkt bijna één organisme te worden, dat bij elkaar. Met z'n allen in één groep. En daarbij heb je het idee dat dus zoveel vogeltjes allemaal ineens een andere richting kiezen zonder tegen elkaar op te botsen. Dat heeft iets heel bijzonders. Je zei net al, van ze gaan dan in zo'n groep, weet je wel, en dan maken ze mooie vormen en het lijkt wel alsof ze één worden. Weet je ook waarom ze dat eigenlijk doen? Het laatste, of de meest algemene gedachte waarom ze dat doen, is eigenlijk omdat op het moment dat je in een hele grote groep met z'n allen bij elkaar bent, is de kans dat jij als individu door een roofdier gepakt wordt, veel kleiner. De kans dat die iemand anders pakken is veel groter dan dat ze jouw individu uit kunnen selecteren en achterna kunnen vliegen. En dat is wat ik in het filmpje ook heb geprobeerd te laten zien, is dat er dus roofvogels komen die dus op deze vogels jagen. Waarbij ze op het moment dat die roofvogel komt, dat ze ook heel compact allemaal bij elkaar in één groepje proberen te blijven. In het Engels wordt dat vaak safety in numbers genoemd. Op het moment dat je met veel getallen bent, veel aantallen, is de kans dat jij als kleine gepakt wordt veel kleiner en dus ben je veiliger. En dat is waarom ik het filmpje Safety in Numbers heb genoemd.